Dag Wilbert, proficiat met je finale plaats voor Mr. Gay Vlaanderen 2015. Ik ga je nu even kort enkele vragen stellen. Ja. Oké, de eerste vraag is, gelooft u in liefde op het eerste gezicht? Ja, ik geloof in liefde op het eerste gezicht, want ik heb het zelf een keer meegemaakt. En het was een fantastisch gevoel. Maar ja, zoals veel mensen weten, soms lukt het wel in de relatie, soms niet. Maar tot nu hebben we een goede band met elkaar en is mijn beste vriend. Ja. Is er een voorwerp of iets dat je nooit zou willen wegwerpen? Ik heb een gelukmuntje dat ik heb gehad van mijn grootvader. En dat heb ik altijd bij mij. Zoals gisteren dat we de wedstrijd om in Gay Vlaanderen. Ik zet altijd mijn zaak voor geluk te brengen. Ja. Wie is jouw grote idool? Mijn grote idool, dat is mijn beste vriendin. Zij betekent heel veel voor mij. Ik krijg heel veel eigenlijk liefde van haar. Zij is een vrouw van 56. En voor mij is altijd een voorbeeld in het dagelijkse leven. Altijd als ik heb nood of weet je, de moeilijkheid. Ik kan altijd naar haar toe komen. Ze is een hele sterke vrouw en zij weet wat hij wil. Ja. Dat is zeer mooi. En dan heb ik nog twee heel korte vraagjes voor jou. De zee of de Ardennen? Ardennen. Want ik hou van rust. En Ardennen is ook een hele mooie plek van België. Dat ik ben heel vaak geweest en daar geniet ik van. Ja. En mijn tweede meerkeuzevraag is, uitgaan of lekker knus thuis blijven? Lekker knuffen thuis, daar hou ik van. Ja, ik ben echt een knuffelbeer. Ja. Oké, Wilbert, bedankt voor dit interview.